Zo, goedenavond dames en heren natuurlijk. Ik ga weer even inloggen, zodat ik gezellig met jullie mee kan kijken. En eventueel als jullie vragen hebben, die probeer gelijk te beantwoorden natuurlijk. Zo, goedenavond dames. Kijk. De verbinding is gelukt. Jullie horen me alweer op de achtergrond. Ja, in één keer goed. Kijk, dan wachten we totdat er weer een gezellig clubje bij elkaar is. Het zal iets minder zijn dan gebruikelijk, want een hoop mensen zijn of gaan natuurlijk rond deze periode ook op vakantie. Wie zie ik allemaal? Ik zie Ans en Ria en Martin en Joyce en Maud natuurlijk. Birgit en Vicky en Christa en Henriette. Jeetje, wat een gezelligheid. Karin, Magda, Bianca. Bianca heb ik vanmiddag nog even aan de telefoon gehad. Henriette, Birgit, Willeke, Kitty. Nou, kijk. Super. Monique is er ook weer bij. En Siniek logt gezellig even in. Hoi Diana en Marian. Leuk dat jullie ook even meekomen kijken. Het is de laatste live, dames, voor de vakantie. Heel gek, moet ik zeggen. Want toch is dat live gaan de afgelopen 3,5 maand wel een beetje gewoon geworden eigenlijk. Hoi Monja. En het voelt nu ook, hoi Lydia, het voelt nu ook gek dat ik er de komende weken gewoon niet zal zijn. Ik ga natuurlijk lekker genieten met het gezin van de vakantie. En over 3 weekjes gaan we gewoon weer beginnen met de Facebook Lives. En hoe en wat, dat zal ik allemaal netjes van tevoren op Facebook plaatsen. Mocht je in de winkel langs willen komen, ik ben tot en met aanstaande vrijdag geopend. En daarna sowieso volgende week en die week erop. Dus dat is week 31 en 32. Zeg ik dat goed? Nee, week 32 en 33 zijn we op vakantie. Week 34 zijn we deels een paar dagjes weg. Maar zal ik ook af en toe of wat knutsels online zetten. Of in ieder geval even... zeggen wanneer de openingstijden zijn. Maar dan zal er best in de week nog wel even ruimte zijn. Zodat ik jullie allemaal weer gezellig kan zien. Ans zegt de duim is nog niet over. Nee, is nog niet helemaal over. Ik doe elke keer voor de Facebook Live. Doe ik nu maar eventjes een... vanochtend voordat de winkel open was. Even een schone pleister. En nu ook weer. Ik vind dat toch altijd iets netter staan. Vanochtend weer een leuke tie-dye workshop gegeven aan 2 volwassen dames en 7 gezellige kinderen. Dus dat was vanochtend om 9:15 al. En de hele dag wel een beetje aanloop gehad in de winkel. Dus ja, wel weer helemaal gezellig. Wie zie ik allemaal nog meer? Volgens mij Ellie had ik nog niet genoemd en Marijke nog niet en Caroline nog niet. Caroline is ook een tijdje geleden gezellig. Andere Ria zie ik binnenkomen. Super. Ik had ook, moet ik zeggen, volgens mij een beetje laat erop staan dat ik vanavond live zou gaan. Ik dacht opeens om 4:30, 5:00. Oh ja! Maar komt helemaal goed. Karen zegt, wat zijn je openingstijden voor morgen en vrijdag? Ja, wordt voor mij ook afkicken, Martin, echt. Ik zit nu al te trillen bij de gedachte. De openingstijden vrijdag is vanaf 10:00. Nou, dat is natuurlijk wel iets eerder mogelijk. Dus vanaf 9:30, 10:00. Tot 1:30, 1:30, 2:00. En dan is het voor de komende 2 weken even rustig aan doen. Morgen overdag ben ik wel thuis, maar ben ik deels de caravan aan het inpakken en alles aan het klaarmaken. Dus mocht je een spoedje hebben, dan bel me even, app me even, dan kan het altijd.
En anders mocht je morgen nog even willen komen shoppen, gewoon omdat je het leuk vindt. De winkel is vanaf 6:30 open. Dat omdat we met een workshop beginnen om 7:00. Dus dan heb je in ieder geval even een half uurtje dat je kan snuffelen als je daar zin in hebt. Wees welkom, koffie en thee staat klaar. Alle bestellingen die natuurlijk na vrijdagmiddag 5:00, 6:00 geplaatst worden, ga ik niet meer verzenden voor die tijd. Dus Christa vraagt, waar zit de winkel? Ik zit in Varsseveld. En Varsseveld ligt in de Achterhoek, zo'n beetje tussen, ik zeg altijd maar, Doetinchem en Winterswijk in. Einde van de A18 zit Varsseveld. Dus mocht je zin hebben, wees welkom, zou ik zeggen. En anders zie ik jullie over 2,5 week weer. Of tenminste, ja, dan is het over 3 weken natuurlijk pas live. Want volgende week, week erop. Oh ja. Ja, nee, 2,5 week dan. Toch gek. Wat ik wilde zeggen. Ik heb vandaag weer gezellige mensen in de winkel gehad. Ik heb 2 dames erbij. Die ook gezellig even kwamen shoppen, waren laatst al een keer geweest en kwamen weer terug. En ik moet zeggen, ik vind dat toch leuk om jullie, ik zie jullie natuurlijk, jullie namen zo voorbij komen. Maar als ik dat in het echt zie, dan geniet ik echt van. Ik had vanmiddag ook nog even een moeder en een dochter erbij. En waar ik altijd zielsgelukkig van word, is als kinderen zelf een hobby hebben. Zelf lekker aan het knutselen gaan. Ik heb dat als kind zelf in mindere mate gedaan. Ik ben niet bezig zoals het nu is met kaartjes maken of dat soort dingen. Ik tekende wel graag en kleurde graag in. Maar als een kind zelf inkt kon uitzoeken en dingetjes. Oh, dan. Ja, dat vind ik echt een feest. Dus vooral blijf lekker creatief allemaal. En stimuleer ook anderen om weer creatief te zijn, natuurlijk. Ook heel erg belangrijk. Zodra je wat leuks hebt gemaakt, zet het even in de Facebookgroep Creatief met de Hobbytante. Dan kunnen we er lekker allemaal van genieten. Ik heb gisteren een leuke labelkaart, label pocket, even op de site gezet en ook op Facebook. Die had Ineke voor mij gemaakt. Met de nieuwe stencil van Dutch de Bedoel, de Cortado in combinatie met het papier van Piatek. Met de, hoe heet die beesten? Nee. De zonnebloem erop. Morgen krijg ik weer geweldig papier binnen. De nieuwe serie van Stamperia. En volgens mij uit mijn hoofd gezegd was het iets met Winter, Arctic, Noordpool. En 2 papierlijnen voor de kerst. Dus ook weer erg gaaf. Ik ga het niet meer redden om alles wat vandaag en morgen en gisteren binnenkomt. Om dat nog online te zetten. Maar voor de mensen die in de winkel zelf komen, staan de spullen eventjes apart. Kan je ook tussen de nieuwe spullen nog even snuffelen. En die laatste week van de vakantie ga ik ook zorgen dat alles weer up-to-date is in de webwinkel. Nou, genoeg gekletst zou ik zeggen. Neem een kop koffie, kopje thee. Of glaasje water. Hoi Sonja. En dan gaan we wat laten zien. Waar ga ik beginnen? Oh ja, ik wilde deze even heel snel aan jullie laten zien. We hebben nieuwe papierblokjes van Studio Light binnengekregen. En dames, ze zijn echt geweldig. Alle papierblokjes hebben aan de achterkant van die mooie melkachtige papiervellen. Vellum noemen we dat. Leuke die-cuts zitten erin. Ik zal hem even zo houden. Mooi achtergrondpapier. Zodat je eigenlijk met dit boekje kan je dus al heel veel leuke dingetjes maken. Sommige papierlijnen wat neutraler dan de andere. Hoi Gerry. Maar ik moet zeggen, ik ben er gelijk verliefd op.
Ik heb beperkt binnengekregen vandaag. Ik geloof in totaal 20, 25 stuks. Van alles samen. En tot mijn verbazing was dat, ik denk, of een foutieve levering. Want ik kan ze niet meer bijbestellen. Ze staan nu over een week weer gepland om uit te leveren. Dus ik snap niet helemaal daarachter. Ik kreeg ook de groothandel niet te pakken. Maar zodra het kan, dan bericht ik jullie wel eventjes. Ik zal ook deze even bijvoorbeeld laten zien. Hier ook weer die velletjes erachter natuurlijk. Met allemaal leuke tekstjes. Van Christmas, December. En hier ook weer die die-cut velletjes erin. Kijk wat leuk voor een sneeuwpopje. Leuk voor een labeltje of ergens gewoon bovenop. En het is gewoon een neutrale achtergrondpapier weer, dames en heren. Ja, ik ben er verliefd op. Kan niks anders zeggen. En favorietje denk ik. Niet voor heel veel mensen, maar ik ben wel een zwart-wit mens. Ik vind deze echt helemaal te gek. Zwart en wit papier kan je nooit genoeg hebben. Echt niet. Nou, de andere blokjes zal ik jullie besparen. Maar ze zijn wel erg leuk. Er liggen er nog wat in de winkel, mocht je interesse hebben. En wat ik vandaag ook binnenkreeg. Tadaa! Geen nieuwe stans. Dus je zou hem al thuis kunnen hebben. Dat moet ik er even bij zeggen. Ik denk wel dat die uit de collectie Marianne Design 2 jaar geleden is. Gok ik zo'n beetje. We hebben hier even zitten rikraaien vanmiddag. En hij is uitgebracht door Marianne Design in de serie van Karin Joan. Dat is de dame die dat prachtige handletteren doet. Heel mooi. Komt zometeen nieuwe serie van Studio Light volgende maand. Volgens mij begin september ergens. Komt ze ook met een aparte lijn speciaal voor dat handletteren en dergelijke. Maar deze heb ik vandaag binnengekregen. Ik had hem al een tijdje op mijn wensenlijstje staan. En waarom? Heel simpel. Een kaart is heel makkelijk gevuld. Leuke grotere stans erin. Allemaal leuke tekstjes. Ik zal ze even van iets dichterbij laten zien. Hoi Sonja en Evita. Natuurlijk jij. En dan grotere stans, kleinere stans en een stempel. Dan hebben we het snijmalletje voor dit blokje. Of dat stukje wat je kan inkten. En dan kan je, je bent zo kostbaar. Ja, dat vind ik niet zo, maar oké. Bent mijn allerliefste, bent mijn favoriet, bent geweldig, bent geslaagd, bent jarig, bent uniek, bent zo lief, kunt dit. Jij bent een topper, verdient een bloemetje. Nou kijk, allemaal leuke tekstjes die je weer kan gebruiken voor op een kaartje. Toen ik vanmiddag tegen die leuke jonge dame zei van ik weet nog niet wat ik vanavond ga maken. Toen kwamen we tot de conclusie van waarom een keer niet met washi tape. Dus daar is het idee ontstaan om er vanavond iets mee te doen. En aangezien we allemaal wel ergens nog een rolletje washi tape hebben liggen. Kijk, ik heb ook zo'n leuke bak vol met allemaal verschillende dingetjes daarin. Nog uit mijn stamping up periode. Prachtige dingen wat ik dan weer op een beurs koop. Ik moet zeggen, dit is wel mijn derde verslaving, denk ik. Naast het papier en lint. Ik moet zeggen, toen ik om, wat was het? Ik denk 4:15. Dacht van, ik ga even een voorbeeldkaartje maken. Was ik er gelijk aan verkocht. Ik zal even laten zien. Deze snijmol. Die stans dus uit. Maar dan doet hij wel de letters apart. Dus hij komt los te liggen. En ik zal het even laten zien. Dus als je hem gewoon uit wit papier zou maken. Oh, kan niet eens jij spellen. Dan komt hij natuurlijk zo eruit. Zo. En die kan je natuurlijk ergens opmaken of decoreren of net zo gek doen wat je zelf wil. Maar haal je hem nou gewoon uit de voorkant van een kaart.
dan blijft dat gedeelte er juist mooi, het negatief erin zitten. En ik zal het even iets beter laten zien. Kijk, stel voor je doet alleen maar aan de binnenkant een gestreept papiertje. Of zo. Ja, het is iets mooier. Of misschien wel een heel opvallend kleurtje. Ja, dat spreekt iets meer. Dan komt dat gelijk lekker zo naar voren. Doe je hier een leuk bloemetje of een stansje en je bent eigenlijk al klaar. Ik vind hem toch leuker dan dat ik dacht, moet ik eerlijk zeggen. En je hebt allemaal wel een stukje papier wat je er ergens achter kan maken of iets dergelijks. Ik heb hier nog van dat papier wat ik uit mijn stamping-up periode heb, wat ik voor de rest niet zo heel veel meer gebruik. Maar dat is wel leuk om met dit soort dingen weer te combineren. Wat had ik voor de rest bedacht? Dit is het kaartje wat ik even om 4:15 nog voor jullie heb gemaakt. Onder het eten koken door, dat wel. Ik ga hem ook even met jullie maken, zodat jullie zien hoe ik hem gemaakt heb. De mal met stempel staat in de webwinkel. Erg leuk geprijsd voor €12,95, uit mijn hoofd gezegd. En dan heb je dat hele complete setje met de tekststempels erbij. Ik heb hier als eerste heb ik de tekst eruit gehaald en in een andere kleur teruggeplaatst. En wat ik eruit heb gehaald, dat heb ik weer op het volgende kaartje gemaakt. Dus wat hieruit komt, heb ik daar weer bovenop gemaakt. Dus eigenlijk maak je twee kaartjes in één door maar één keer te stansen. Of tenminste uit het papier natuurlijk. En de achtergrond heb ik dan weer gestempeld met de stempeltjes die erbij zitten. Ik zal hem even aan jullie laten zien. Mocht je tussendoor vragen hebben, dames, roep gewoon. Stel ze gewoon. Ik had alvast even een stukje papier op maat gemaakt. Met de afmeting 13,5 bij de hoogte 9 centimeter. Dus ik herhaal 13,5 bij 9 centimeter. Mocht je, dames, mocht je thuis niet washi tape of iets hebben, kan dat natuurlijk ook heel stoer leuk worden met strookjes papier. Je hebt nog wel eens dat je, als je zo'n 15-15 velletje hebt, dat je net een klein strookje overhoudt. Leg gewoon wat strookjes neer, kan je dat natuurlijk ook perfect gebruiken. Alleen washi tape is makkelijk, omdat het dan weer plakkend aan de onderkant is. Deze had ik gebruikt. En wat ik heb gedaan als eerste, is ik heb de tekst... dat is niet waar. Ik heb een washi tape opgeplakt. En dan gaan we even kijken wat leuk is. Zwart-wit is ook altijd leuk, hè, dames? Of gaan we leuke vrolijke kleurtjes gebruiken? Kijk, dit zijn ook die pakjes van Karen Joan met allemaal verschillende kleurtjes van de regenboog. En ik moet zeggen, mijn dochters hebben hier ook nog wel eens zitten er nog wel eens in te kijken of er wat leuks in zit. Ik kan er ook heel leuk natuurlijk iets mee maken voor een labeltje of een kinderfeestje of zo. We gaan gewoon even willekeurig wat leuke dingetjes combineren. Krijg de kriebels ervan, hè? Ik zie hier een leuk kleurtje groen. Ja, dames, ik heb ze allemaal aan zo'n ringetje zitten, omdat ik anders niet weet wat ik allemaal heb. Even kijken waar ergens de opening zit. Ja. Je kan hem natuurlijk prachtig afknippen. Maar in dit geval, ik scheur het lekker. Dan komt het ook net wat meer over. Ik doe er een stukje geel bij. Ik meet ook niet af hoe groot die moet zijn, zeg maar. Ja, dat is echt keuzestress. Ik kan nooit kiezen. Dat is volgens mij van vroeger uit al zo. Ik en kiezen gaan niet samen.
Het voordeel is van washi tape, als het niet goed helemaal recht zit, haal je dat gewoon heel voorzichtig weer los. En dan plak je dat even opnieuw vast. Kijk, het ziet er nu al leuk uit. Wat staat er nog meer leuk bij? Natuurlijk is zwart altijd leuk. En vraag me niet wat voor merken dit allemaal zijn, dames. Oh, die vind ik dan weer iets te lang. Dus dan scheur ik hem gewoon eventjes. En hier ook. Begint al ergens op te lijken, hè, dames. Is mooi om nog een stukje groen erbij te doen, zou je denken. Heb ik nog een andere geel? Kijk, je kan dat natuurlijk allemaal van tevoren bedenken. Maar ik ben iemand die dat weer ter plekke natuurlijk verzint. Pakken we hier weer een klein stukje van. En het is ook wel eens fijn om iets te gebruiken wat je anders niet zo heel gauw gebruikt. Even iets beter kijken dat hij wel mooi recht zit. Kijk, hier heeft hij verkeerd afgescheurd. Kijk, doe ik gewoon lekker zo. Niet zo precies hoef je hier ook bij te werken, moet ik eerlijk zeggen. En soms is dat ook wel eens lekker. Soms is dat wel eens lekker om te denken, prima zo. Nou, doe ik toch nog heel even een stukje van dat groene er weer bij. Deze vind ik ook iets te lang. Kijk, dan begint die zo al redelijk leuk te worden. Misschien deze kleur. Die is ook, oh, die is ook leuk. Het enige vind ik, als je geen nagels hebt zoals ik, dan zit je altijd een beetje te kijken waar die openingen zijn, hè. Hoi Johanna. Hoi Ria. Ja, daar is die. En dan doen we die aan de bovenkant er nog even bij. Oh, wel even recht weer. Dus nogmaals, dames, mocht je geen washi tape thuis hebben. Kijk eens hoe leuk. Kies dan gewoon voor een stukje restpapier. Doe even aan de achterkant van het papier gewoon met lijm. Plak dat op. En je kan hetzelfde idee maken natuurlijk, hè. Alleen wat ik net zei, het voordeel van die washi tape is dat je dat weer makkelijker kan verplaatsen. Dan gebruiken we de stans. Oh, we moeten toch nog een stukje bij, zie ik al. Even kijken, doen we gewoon een stukje zwart er extra bij. Doen we die weer de andere kant op, zo, patroontje. Doe ik ook aan de bovenkant nog even een stukje.
Dan plakken we hem even erop. En dat doe ik gewoon met schildersteep. Die had ik naast me neergelegd. Hoi Marie. Hoi Adrie. En Yvonne. Deze leen ik een beetje uit. Plak hem gewoon even vast. Ik meet dat nooit uit. Ik doe dat altijd een beetje op mijn gevoel, moet ik eerlijk zeggen. Haal ik deze even door de stampsmachine heen. Dan haal ik heel voorzichtig het paarse tape er weer af. En dan als het goed zit, kunnen we de letters er zo uitdrukken. Kijk, dit ziet er toch ook al heel leuk uit. Nou, leggen we deze even. Kijk eens wat leuk. Och. Leggen we die even apart, dames. Ik heb hetzelfde stukje papier in hetzelfde formaat waar ik hem even op ga lijmen. Hoi Annie! Je kan alle soorten lijm natuurlijk gebruiken. Sommige dames gebruiken een 3D-lijm, fotolijm. Als je maar zorgt dat hij makkelijk blijft zitten, goed blijft zitten. Het zou zonde zijn als je dan kaartjes maakt, waarvan als je op zo'n moment van ze wil geven, dat het dan alweer los zit. Zo, ik druk hem even aan. En dan is dit de tekst al zoals ik hem hier heb gemaakt. Alleen hier heb ik natuurlijk een kleurtje in teruggeplaatst. Maar misschien hoeft dat niet eens, want ik vind hem eigenlijk zo ook wel heel erg leuk, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik zal hem even met zwart uitstampen, zo kunnen jullie het zien, dames. Dan neem ik even een stukje zwart papier. Stamp ik hem even uit het zwarte papier. Ik had de stans, waar had ik de stans neergelegd? Ja, daar ben ik weer. Zo. En dan heb ik hier de jij gewoon uit een kleurtje. Of hier, sorry. Uit zwart gestanst. Natuurlijk kan je hem ook uit een van de kleurtjes van je washi tape weer stansen. Dat je zegt van nou, dan combineer ik hem met geel papier of met een ander kleurtje papier. Nou, dan lijm je dit weer terug op zijn plek. En dan heb je je eerste kaartje al klaar. Erg simpel, erg leuk om te doen met restjes papier of met washi tape. En het negatief van de stans, of het positieve van de stans, die hebben we hier nog over. Mocht je dan nog een tekstje erop willen, dames. Ik heb het gedaan met, ik zal het even laten zien. Ik zal je bent geweldig doen.
Ik heb het stempel even geplaatst op het kleerblokje. En dan gebruik ik voor de dames die het niet kennen een soort lijminkt. En dan kan je niet zien wat je stempel. Tenzij je dan met een soort poeder eroverheen gaat die je gaat verhitten. Dan komt een Chinese bakje weer even naar tevoorschijn. En dan blijft inderdaad op dat lijm wat je net gestempeld hebt, daar blijft de poeder op zitten. Dan gaan we hem even verhitten. In dit geval met een heat tool. En die hou je er gewoon bovenop. En op een gegeven moment zie je dat het poeder mee gaat kleuren en een beetje glimmend wordt. En op dat moment is hij ook klaar. Ik heb hem hier niet vastgelijmd, hè, dames. Ik weet het. Dan gaan we even dat stukje eraf halen. Kijk eens wat leuk. Knippen we dit weer even af. Plaatsen we hier wat foamblokjes onder. Dan ga ik hem eerst even vastlijmen. Blijft al bijna zo zitten. Toch vind ik hem zo ook heel gaaf. Nee, toch met zwart. Kun je de lijminkt ook gebruiken met transferfolie? Poeh. Ja, het probleem is dat de inkt is het niet zozeer. Maar je moet het natuurlijk, zodra je de poeder gebruikt, moet je het gaan verhitten. En dat is het eigenlijk een beetje. Dus je moet iets hebben wat tegen het verhitten kan. En papier kan er natuurlijk best goed tegen. Iemand vraagt hoe dit heet. Ja, ik noem het een tandartshaak, maar dat zal het niet helemaal heten. Ik zal zo meteen naar de lijf wel even. Hij staat bij Basis en Tools. Staat hij in de webwinkel. Het is net zo'n puzzeltje wat je dan weer in elkaar zet, dames. Nou, doen we hier even de foamblokjes achteraf. Thea, als je het fijn vindt, zal ik zometeen even de link onder jouw berichtje neerzetten. Of je even een privéberichtje sturen, dat kan natuurlijk ook. Zullen we die andersom plaatsen? Oké, die doen we dan hier. Dus dan is dit kaartje nummer 1. Dit was het eerste kaartje wat ik even maakte voor jullie. En dan gaan we door met deze. Deze hebben we natuurlijk over. Ik heb hier alvast even een rondje gestanst. Met als doorsnede ongeveer 8,5 centimeter.
En dan gaan we hem er even op lijmen. Volgens mij heet hij No End Pick-up Tool of zoiets. Ik kijk een beetje aan hoe de washi tape loopt. Of dat ik dan uit kan met het patroontje. Die hoort hier. Zo lastig als je niet je vinger helemaal kan gebruiken, dames. Maar mag geen excuus zijn. Kijk, we kunnen altijd nog een beetje schuiven. En wat we dan gaan doen, we pakken gewoon een basiskaartje en die heb ik gewoon hier naast me liggen. En die is al voorgerild, dus hoef ik alleen nog maar... Kijk, Vicky heeft al even de link gedeeld. Is het niet makkelijker om meteen een zwart papiertje erachter te plakken? Ja, daar ben ik met je eens. Maar ik doe het altijd net iets anders, Sylvia. Sommige dingen denk je dan pas weer achteraf aan, hè? Tenminste, ik wel hoor, moet ik eerlijk zeggen. Wat ik heb gedaan, is het papier gewoon dubbel gevouwen. Hem zo neergelegd. En ik heb van dat... schilderstape. Ik weet niet, ik hoop nog dat hij goed in beeld is, dames. Anders schuif ik hem even omhoog. Ik heb hem even vastgeplakt. En wat ik ga doen, is dat ik zelf die achtergrond erop ga stempelen. En... hier hadden we het tekstje van je bent geweldig. Dus die gaan we ook hier weer even gebruiken. En dan begin ik ergens hier in het midden. En dan laat ik hem gewoon elke keer een klein stukje verspringen. En dan maak ik een soort van eigen... achtergrondpapier, zeg maar. En het zal natuurlijk niet helemaal perfect zijn, maar niet perfect is ook goed. En niet alles zie je ook zometeen meer terug, dames. Oh, die had wel wat rechter gemogen, zie ik al. Ga ik heel even kijken. Super! Wat ik ga doen is, ik haal deze weer even weg. En die plak ik gewoon naast mij op tafel. Want die kan ik nog wel een paar keer gebruiken.
Zo, halen we even de zwarte inkt weg. En dan gaan we deze verhogen met foamblokjes. Oh, die had ik hier. Ik snap als je dat thuis allemaal doet, dat je dat allemaal net iets praktischer misschien doet. En natuurlijk wat netter. Kijk, zit ik gewoon met mijn vingers terwijl ik pincet in mijn handen heb. Deze maken we daarop. Zoals jullie kunnen zien heb ik hier op het voorbeeld nog van die strookjes. Die heb ik gewoon op maat even gemaakt. En die ga ik gewoon lijmen en eronder schuiven. Vraag me niet hoe breed ze zijn. Ik doe dat gewoon een beetje op het gevoel. Dat zorgt dat het net zo'n gevoel heeft, zeg maar, alsof het een stukje papier is wat erachter zit. Oh, daar gaat hij. Wel iets omhoog, dan zit hij net iets rechter. Doe maar ook even aan die kant nog. Dan knippen we het laatste stukje ook nog even af. En dan is het toch best wel weer een heel leuk kaartje, moet ik zeggen. En misschien... Nee, hier was natuurlijk de tekst, jij bent geweldig, ook wel leuk geweest. Maar dan had ik het rondje iets meer moeten opschuiven. Of ik moet hem... Nee, we doen hem gewoon, maak het uit. Op woensdag kan dat. Kijk dames, mocht je het nog leuk vinden, kan je dat kleine stansje wat erbij zit nog even uit wit papier stansen. Dat is deze, die zal ik ook nog even stansen. Dan pak je gewoon een reststukje voor, je hebt maar een heel klein stukje papier nodig. Zo, die hebben we er ook bij. Oh, hij zit er al niet meer in. Hij zit al in het papier. Oh, dit haalt het zwarte zo leuk naar boven. Dat is wel weer mooi. En die maak ik vast, niet met lijm, maar die doe ik iets omhoog. En dan gebruik ik die dingetjes weer voor. Die
heb ik laatst ook gebruikt. En je kan ze natuurlijk ook nog even doorknippen. Ons bun zunig, of hoe zeggen ze dat hier in het plat Achterhoeks? Ik kan wel horen dat ik hier niet vandaan kom, mijn dames. Maar inmiddels wonen we hier toch alweer, of tenminste woon ik hier toch alweer bijna 12 jaar. Kijk, gaan we een beetje verstoppen achter de letter. Nou, dit is natuurlijk voor alle leeftijden leuk om te krijgen en om te geven. Ik moet zeggen dat ik ze zelf ook wel heel erg leuk vind. Ik zal even alle kaartjes erbij leggen. Hier kan je natuurlijk ook heel gewoon een gaatje in maken, touwtje erdoor en ergens leuk weer aanhangen. Ik zal even deze. Zo. Dus dit zijn de kaartjes die ik even snel aan jullie wilde laten zien. En inmiddels zijn we toch al 3 kwartier lekker weer bezig. Heel eenvoudig. Hier heb ik gewoon gestempeld en de achtergrond gemaakt met dezelfde stempeltjes als waar de mal bij in zit. Dit gewoon gestempeld met de lijminkt, laat ik het zo even zeggen. En dan met witte embossingpoeder eroverheen. Zodat je dan toch een leuk effect krijgt. Zo, zo is het ook wel leuk voor de foto straks weer. Dus ik moet zeggen, bedankt allemaal weer voor het kijken. Maud, bedankt voor je inspiratie vanmiddag. Heel erg leuk. Ik zou zeggen, kom vaker langs. Dan heb ik allemaal leuke ideeën dankzij jou. En mochten jullie er zelf iets mee maken, en of dat het dan met washi tape is of met restjes papier, zet het gewoon lekker even op creatief met de hobbytante. Kan ik ook echt van genieten. Ik heb niet altijd evenveel tijd en moeite neem ik ervoor om te reageren. Maar geloof me, dat is mijn allerbeste voornemen. Dat ik daar echt tijd voor vrij ga maken. Ik wens jullie allemaal een bijzonder fijne vakantie. Ik zie jullie over 2 weekjes weer. Ik word bijna emotioneel, niet doen. dankjewel allemaal voor het kijken. En mocht er iets zijn, dames, gezellig jullie een keer gewoon te zien. Tot over een paar weekjes. Fijne avond allemaal.